Dit is mijn nieuwe Arduino Development Board. Ik had zoiets al een keertje gezien op internet en dat was dan wel een iets geavanceerdere versie. Maar dat leek me toen wel erg handig, maar niet echt noodzakelijk. Maar onlangs was ik bezig met twee breadboards, omdat het project een beetje groter werd, en een Arduino. En toen werd het al heel erg snel een zootje. En bovendien was het haast onmogelijk om het project te verplaatsen met al die draden. En dan blijft het op je werkplek liggen en dan wordt het gewoon een bende. Dus heb ik nu deze eenvoudige versie gemaakt. Het is gewoon een houten plankje met vier houten pennetjes waarover de Arduino precies heen past. Zie je, daar zitten de pennetjes. En in die gaten hier komen natuurlijk mijn connectors. Het schroefdraad van die connectors haalt het eigenlijk net aan. Maar ik denk dat het precies genoeg is. Ik dacht eerst dat ik ze moest gaan vastzetten met epoxylijm, maar ja, dan krijg ik ze er natuurlijk nooit meer uit. Dus ik denk dat ik het toch zo ga proberen. Ik zal ze even vastdraaien straks nog. En dan ga ik het eerst zo proberen. Onderop zitten weer van die mooie plakvoetjes. Zodat het allemaal mooi stabiel staat. En dan kunnen nu mijn breadboards erop. Die breadboards hebben een zelfklevende laag aan de onderkant. Dat is handig. Nou, even kijken, cijfertje 1 aan dezelfde kant graag, aan deze kant. Eens kijken of ik er een beetje mooi op krijg. En zoiets. Nou, die andere op dezelfde manier. Connector 1 aan dezelfde kant graag. Zo. Nou, fantastisch. Het schroefdraad van die zwarte ging stuk. Dus uiteindelijk heb ik toch nog epoxylijm gebruikt om ze vast te zetten. Ik heb de voeding aangesloten. En met deze draadbrug hier zorg ik ervoor dat ook op deze powerrails dezelfde voeding staat. Hier gaat een zwarte draad onder de Arduino door om ook deze powerrails van dezelfde ground te voorzien. Maar ik heb niet die voeding doorgetrokken naar deze kant. Want ja, ik weet het niet zeker nog, maar misschien wil ik wel bijvoorbeeld hier 12 volt kunnen hebben en hier 5 volt van de Arduino of zo. Dus dan verbind ik de ground zo van Arduino door naar deze ground. Nou, dat moet in elk geval. Zo. En dan bijvoorbeeld de 5 volt en zo de 5 volt van Arduino naar deze powerrails. En het werkt! Hele ingewikkelde schakeling. Ingewikkelde Arduino sketch ook. En dat is hem geworden. Dus in de toekomst zul je me misschien vaker zien werken op dit bordje. Maar voor nu in ieder geval, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.